Het Nederlands elftal is gisteravond groepswinnaar geworden op het WK. Hoe ver denkt u dat Oranje gaat komen? Laten we zeggen de halve finale. Tegen Duitsland. En die verliezen we. Moeilijk. Ik hoop toch wat, ik denk wel tot de kwartfinales. Maar ik hoop natuurlijk de finale. Ik heb vol aan de ronde liggen eruit. Ja, dus meer kan ik er niet over zeggen. Ik denk Mexico, nou dat gaat wel lukken denk ik. En daarnaast, ik denk misschien wel finale. Vast wel. Oh, die wordt kampioen. Die wordt een wereldkampioen. Ja, dat is niet anders. Natuurlijk wordt die wereldkampioen, maar dat nou toch? Kijk eens, jongens, die zitten niet op de stoel en die rennen. Ik denk zeker wel een halve finale of zo. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik ben niet echt. Ik hou het niet echt bij of zo. Ze gaan wel van Mexico winnen. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Oh, dat zal een nipte overwinning worden voor Mexico. 2-1. Ja. Dus dat verwacht ik. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel verstand van voetbal. Maar ik denk wel dat het moeilijk wordt. Ze zijn wel goed, hè? Nou, dat weet ik niet, maar daar winnen ze ook van. Ja, tuurlijk. Die Nederlanders zijn steengoed in het voetballen. Zo goed als Nederland is, is zijn andere niet. Denk ik niet, nee. Denk je dat Nederland de finale gaat halen? Ze maken wel een goede kans, denk ik. Dus ja, ik weet het niet precies. Zolang Brazilië maar niet wint. Ik hoop dat ze de finale halen, natuurlijk. Maar goed, er zijn nog andere betere landen, of hele goede landen. Dus het is wel spannend. Dank je. Dank.